Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Leni. Volgend weekend, op 16 april, is het nieuwe maan, een nieuwe maancyclus. Dus exact nieuwe maan om 3 uur 59, dus in de nacht van zaterdag op zondag. We hebben nieuwe maan in het teken Ram. Nu, er is zoveel gaande en er zijn verschillende planeetstanden die een hele grote invloed hebben op onze huidige energie. Laat ik graag over aan de astrologen. Dus ik zal een aantal stukjes delen via mijn Facebookpagina, voor wie daar graag uitgebreid over leest. Dus ik ga het daar vandaag niet veel over hebben. Ik wil graag even gaan naar hoe ik het op dit moment zelf ervaar en aanvoel. De energie, wat voor mij deze nieuwe energie brengt, deze nieuwe maan. En ja, het enige wat ik vooral wil meegeven is dat toch wel die nieuwe maan in het teken Ram staat. Dat is voor mij toch wel belangrijk. Ook de zon staat nog altijd in Ram. Dus we krijgen steeds meer de zin om dingen te ondernemen, om dingen te veranderen vooral. En dat is ook wel het thema, verandering. Het is meer dan verandering, hè. Het is een beetje een doorbraak, een ommekeer. Er is echt wel iets aan het omkeren. Dus dat vind ik wel belangrijk om mee te geven. Nu, we leren steeds meer op onszelf te vertrouwen. Ik hoop dat jullie dat ook voelen. We worden ons steeds meer bewust van wie we zijn, wat we voelen, wat voor ons goed voelt, wat voor ons minder goed voelt. Dus onze aandacht, onze focus ligt meer naar binnen en naar wie we zijn, naar onszelf als persoon. Dus we zetten onszelf meer centraal in ons leven en dan gaan we kijken naar wat er zich rondom ons bevindt. En ja, dat is nu allemaal gaande. Het is een beetje alsof we op zoek gaan naar echt het geluk in onszelf. Dat we beseffen dat het allemaal niet meer afhangt van alles en iedereen rondom ons. Dat is iets wat je sowieso de afgelopen weken al zou kunnen gevoeld hebben. Want dat is al even gaande. Dat je voelt dat alles rondom jou niet meer resoneert met wie jij bent. Daar heb ik het al eerder over gehad. Het is misschien een beetje het gevoel alsof dat je afstand genomen hebt van bepaalde dingen, bepaalde mensen, van alles om jou heen. En ja, dat je nu ook echt voelt dat niet meer past bij jou om een of andere reden. Dat je dan nog niet begrijpt waarom exact. Maar dat je daar wel al gaat op reageren. Dat je steeds meer de behoefte hebt om jezelf te zijn, om dingen te doen vanuit jezelf. En dat je ook wel voelt dat niet meer kan in jouw huidige situatie. Dat kan heel breed gaan, hè? Dat kan in jouw relatie zijn, in je gezin, in je familie, je job, de dingen die je doet, je vriendenkring, gewoon jouw manier van leven, hè? Jouw levensstijl, jouw levensritme. Hè? Dat kan zijn dat je het gevoel hebt dat eigenlijk allemaal niet meer bij jou past of dat niet meer goed voelt. Omdat we dus meer op onszelf zijn gefocust, gaan we ons ook afvragen, ja, wie zijn we nu? Wie ben ik nu? Wat willen we nu neerzetten in dit leven? Wat wil ik nu gaan doen met mijn leven? Iets wat zin heeft, iets wat geeft mijn leven ook zin? Wie ben ik als persoon en wat kan ik naar buiten brengen wat zin heeft, wat ervoor zorgt dat ik iets beteken, dat ik gevoel heb dat ik er mag zijn, dat ik een waarde heb. Want dat is het, jezelf waarderen, jezelf belangrijk genoeg vinden om gezien te worden of om dingen te gaan doen die een bepaalde betekenis hebben, die voor anderen ook iets kunnen betekenen. Dat komt steeds meer naar voren. Het kan zijn dat je daar natuurlijk heel veel teleurstelling bij ervaart, want als we nu kijken waar we mee bezig zijn, wat we de afgelopen jaren misschien hebben gedaan, wie er in ons leven aanwezig is, dan kan dat
een beetje leiden tot teleurstelling, omdat je voelt dat dat niet hetgene is wat je eigenlijk al die tijd al had gewild. En dat je misschien had gehoopt dat er vanzelf iets zou komen in jouw leven wat jou een beter gevoel zou geven. Of dingen waardoor je dromen en je wensen zou kunnen waarmaken. Maar dat je nu beseft dat je het zelf zal moeten doen. En dat je ook zin hebt om dat zelf te doen, om dat zelf aan te pakken. Dus het hangt er een beetje vanaf in hoeverre jij zin hebt om echt die nieuwe richting in te slaan. Hè? Dat loslaten, hè? Dat blijft altijd maar terugkomen. Het loslaten, voordat je een nieuwe richting inslaat, moet je kunnen loslaten, moet je kunnen dingen achter jou laten. Maar het goede is aan deze energie, dat ze ons ook laat voelen van, ik heb het niet meer nodig. We hebben het niet meer nodig. We voelen nu ook van, dit past niet meer bij ons, dus we hebben niet zoveel meer moeite om dingen achter ons te laten of misschien zelfs afscheid te nemen. Dus het kan zijn dat je meer op jezelf voelt. Daarmee bedoel ik dat je meer bij jezelf wil zijn. Dat je ook meer zin hebt om gewoon te gaan voelen binnenin jou. Dat je alles rondom jou niet echt meer nodig hebt. Dat je meer onafhankelijk voelt. Hè? Dat je de hulp van anderen niet echt meer nodig hebt. Dat je sterker voelt bij jezelf en meer zelfvertrouwen krijgt. Dat je ook bepaalde moed krijgt om bepaalde dingen te ondernemen. En dat je je steeds meer losmaakt van al die dingen en al die mensen waar je eigenlijk afhankelijk van bent geweest. Want laat ons eerlijk zijn, we worden heel makkelijk geleefd, hè? Door anderen. We gaan heel makkelijk, of de afgelopen jaren zijn we nog altijd heel makkelijk in dingen meegegaan. Gewoon in de zin van, omdat het moet. Omdat we ervan uitgaan van, zo hoort het nu eenmaal. Maar nu wel beseffen dat die dingen buiten ons, of die mensen die zich rondom ons bevinden, dat die ons eigenlijk meer afremmen. En ons eigenlijk totaal niet brengen naar waar we eigenlijk willen zijn. Of waar we onszelf volledig kunnen zijn. Dus het is een beetje een doorbreken van een structuur, zeg maar. Van gewoontes ook. Hè? Iets waar je heel lang in bent meegegaan. Iets wat als normaal leek. Iets wat iets dagelijks was. Iets wat vanzelfsprekend was, omdat je dacht dat dat gewoon moest. Want zo worden we uiteindelijk wel een beetje opgevoed. Hè? Van, oh, dat mag niet en dat moet net wel. En we mogen niet in zonde leven en we moeten zo en zo en zo. En we gaan daar heel makkelijk in mee, tot we beseffen dat we eigenlijk onszelf niet kunnen zijn daarin. Ik had wel in een andere video nog eens uitgebreid hebben over schuldgevoel. Uiteindelijk, en wat ik daarnet zei, van er wordt ons zoveel gezegd van je moet dit en dat mag je net niet. En als je dit niet doet, dan zal dat gebeuren. En zo worden we eigenlijk, wordt onze angst aangewakkerd, waardoor we ons gaan houden aan bepaalde regels. Maar dat komt allemaal van buitenaf. En op de duur, doen we gewoon dingen omdat we denken dat dat het beste is. Maar het is net omgekeerd. Hè? Het is net niet goed voor ons, want het remt ons af. Of het houdt ons gewoon compleet tegen. Dus het is tijd voor verandering. Hè? We zijn klaar om onze eigen weg te gaan. Om die routine te doorbreken. En die verandering die is heel dringend nodig. Dus die nieuwe golf van energie die er nu aankomt, die zal ons sowieso nog veel meer moed geven om dingen te veranderen. En alles wat niet voor jou werkt, je job, je relatie, je vrienden, je manier van leven, al die zaken, dat ga je nu vooral voelen. Dus op dit moment is het vooral het naar binnen keren en echt je bewust worden van wat je voelt, wat voor jou goed voelt, wat voor jou niet goed voelt. En meer het bewust worden van, oké, ik ben toe aan iets anders. Dit is niet het leven wat ik
graag zou hebben. En dat je je ook veel meer bewust wordt van de, ik noem het de grootsheid, dat er veel meer is dingen die we nog eerder nog niet hadden gemerkt eigenlijk. Hè? Dus wat mij dus ook is opgevallen bij heel veel mensen, al heel veel mensen durven echt wel groter te denken van, tja, er is veel meer mogelijk. Ik kan ook veel meer. Ik kan het misschien zelfs ook helemaal alleen. Ik ben niet meer afhankelijk van anderen. En daar was ik eigenlijk al een aantal maanden op aan het wachten, op deze energie. Eindelijk durven we groter te denken. Eindelijk voelen we dat er veel meer voor ons is, voorhanden is voor ons. Dat het leven ons eigenlijk heel lang klein heeft gehouden. En dat het tijd is om gewoon daar door te breken, om los te breken. Meer te zien, meer te voelen. We durven nu ook eindelijk denken aan datgene wat we eigenlijk al heel lang willen. Hè? Datgene wat eigenlijk misschien al heel lang een droom is geweest, maar dat we nu beseffen van, goh, ik kan dit waarmaken. Het hoeft geen droom te blijven. Het is al lang een wens geweest. Maar ik kan dat ook wel gaan realiseren. En ja, meer zelfs, we durven zelfs ook al dingen te ondernemen. Of we hebben toch op zijn minst al die zin of die energie om dingen te doen om het concreet te maken. Dus alles begint wel op dit moment binnenin jouzelf. Je zal voelen dat er iets in jou verandert. Dat niet meer overeenkomt met alles en iedereen rondom jou. Dat kan wel spanningen veroorzaken binnenin jouzelf. Maar waarschijnlijk ook met de mensen rondom jou. Want je zal steeds meer de neiging krijgen om je te verzetten. Hè? Als dingen niet meer kloppen met wat jij of wie jij binnenin bent, dan ga je je verzetten. Dus dat kan wel een beetje leiden tot conflicten, maar zie dat alsjeblieft als iets positiefs. Want dat wil zeggen dat je assertiever wordt, dat je opkomt voor jezelf. Dat je gewoon vanuit jezelf gaat praten, vanuit jouw eigen energie, vanuit wie jij bent. En dat je jezelf durft neerzetten, ook in een groep. Ook al is het een bestaande situatie nu, dat je durft zeggen van, kijk, dit ben ik en dit voelt voor mij niet goed meer. En je hoeft daar geen reden voor te geven. Als dat voor jou niet meer goed voelt, klaar. Als het niet gebaseerd is op een angst of op een onzekerheid, dan past het gewoon niet meer bij jou als het niet meer goed voelt. Dus ga jezelf ook niet verdedigen of ga ook geen uitleg geven. Als het niet meer goed voelt, dan ben je er gewoon klaar mee. Wat wil ik daar nog over zeggen? Even spieken. Ja, het feit dat je houding zal veranderen, dat gaan anderen natuurlijk ook wel merken. Hè? Dus eerst en vooral neem je tijd om te kijken wat er in jou zit. Wat jij voelt, wat er voor jou belangrijk is, waar je naar verlangt. Op welke manier jij volledig jezelf kan zijn. En wat jou een rustig en ontspannen gevoel geeft. Dat is trouwens, ga ik weer ook even vermelden, de nacht van zaterdag op zondag komend weekend, ga ik opnieuw een lichtcirkel plaatsen. Nu, ik ga dat niet online doen, maar ik ga voor de mensen die dat graag willen, ga ik extra kristalletjes en kaarsjes plaatsen. De meer uitleg kan je vinden op mijn Facebookpagina, Kracht van Licht. Dus ik zie het een beetje als een kleine healing of een zegening. Om jou te helpen om dichter bij je gevoel te komen. En datgene te verwezenlijken wat je eigenlijk al heel lang wil. Dus ik ga hiervoor vooral heel veel kaarsen gebruiken, heel veel licht. En heilig hout zal er ook heel veel bij zijn. Natuurlijk ook kristalletjes, maar dat ga ik jullie nu nog niet meegeven. Daar ben ik zelf trouwens ook nog niet helemaal uit. Dus doe dit eigenlijk vooral als je er zin in hebt.
voor jou, om jou volledig bij jezelf te brengen, om je rust te geven en ja, die grootsheid te voelen, hè, wat ik daarnet zei. En vooral om je te helpen om datgene te realiseren wat je eigenlijk al zo lang wil. Dus meer info op mijn Facebookpagina. Nu, de dag nadien zal ik ook nog eens live via Facebook aanwezig zijn om alles een beetje te bespreken en ook de energie van de nieuwe maan en de nieuwe cyclus en zo. Om jullie ervaringen, kunnen jullie ervaringen delen? Kan ik mijn ervaring ook op dat moment delen? En kan ik misschien ook iets meer uitleg geven over, specifiekere zaken. Dus voor mij is het een heel speciaal weekend. Ik kijk er naar uit. Want de afgelopen week, voor mij persoonlijk, is redelijk zwaar geweest. Ik heb heel veel spanningen ervaren in mijn systeem. Vooral ter hoogte van mijn maag. En ik heb heel veel gedroomd, maar dat heb ik ook van anderen gehoord. Heel veel dromen, heel veel loslaten. Ja, er gebeurt zoveel. En uiteraard zitten we al langer in deze periode van, of waar we klaargemaakt worden eigenlijk voor die ja, grote verandering, zeg maar. Maar die nieuwe cyclus heeft een totaal andere energie. Dus die begint komend weekend. Dus ik ben benieuwd wat de komende 2 weken dan weer zullen brengen. En ja, ik wil jullie vooral via deze video aanwakkeren, aanzetten om jullie moed, jullie doorzettingsvermogen te vergroten. En dat stuk in jezelf wat eigenlijk heel graag vooruit wil, dat stuk in jou wat het eigenlijk heel graag anders wil. Ja, het is gewoon een kwestie van voelen. Het is eigenlijk iets wat je eigenlijk al heel lang gewoon weet, ergens diep binnenin, dat het gewoon kan en mag. Dat wil ik graag via deze video meegeven, dat je... ik wil graag die moed en dat doorzettingsvermogen in jullie aanspreken. En dat stukje in jullie zelf dat ik graag anders wil. Dat eigenlijk graag die verandering in wil. En dat je even gaat voelen bij jezelf. Dat je eigenlijk ook even gaat naar je hogere zelf, je innerlijke weten. Van wat is voor mij nu belangrijk? Wat wil ik nu echt? Wie ben ik? En hoe wil ik mezelf nu neerzetten? Dus dat stukje wil ik heel graag via deze video even aanspreken. En eventueel via de kleine healing en dergelijke komend weekend, mocht je daar zin in hebben, dan geef je gegevens maar door. Meer info via mijn pagina. Vorige keer had ik de citrine bij de volle maan. Ja, vooral overvloed, plezier, vreugde, maar ook hè, die kracht die je nodig hebt, want het past bij de zonnevlecht, de kracht die je nodig hebt, je eigen energie, je eigen kracht, je eigen zijn, jezelf kunnen centraal zetten in je leven en zeggen van dit leven is van mij en nu ga ik dit leven leven op mijn manier. Dus toen liet ik de citrine al zien. Nu, een kleinere trouwens. Ik heb de afgelopen week ook de amethyst gebruikt, maar in combinatie met bergkristal en citrine. Dus ik wou jullie deze amethyst ook even tonen. Of het goed zichtbaar is, je ziet het paarse van de amethyst. En dan op sommige plaatsen zie je ook het gele van de citrine. Ik heb hier verschillende stukjes. Ik denk dat het hier net iets te donker is. Dit is een heel fijn, ik word er zelfs heel rustig van, door hem vast te houden. Want je hebt de kracht van de citrine en het spirituele van de amethyst, die in verbinding staat met je hogere zelf. Dus dan kan je gaan dingen gaan doen vanuit je innerlijke weten. Wordt er stil van. Oké.
Ik ga mijn camera even verplaatsen en dan ga ik de kaartjes leggen. Kijken wat die te vertellen hebben voor de komende tijd. Tot zo meteen. Oké, we zijn er klaar voor. Ik zal aan het eind van de video ook nog even een beeld maken van de volledige legging. Want ik ga ze nu even in mijn richting neerleggen. Even schudden. En dan begin ik met een kaart die de huidige energie weergeeft. Of toch op zijn minst de energie voor de energie die de nieuwe maan van komend weekend. Ons brengt wat er eigenlijk nu al is. De huidige situatie. Dat is één. Waar we ons bewust van zijn, wat binnenin ons zit, wat al aanwezig is. Dat is twee. Wat van buitenaf komt of waar we ons nog niet bewust van zijn. Een inzichtkaart, wat helpt ons verder op dit moment? Waar mogen we. Wat mogen we onthouden? Okay. En dan waar brengt het ons heen de komende weken? Deze energie. Dat deze is. Oké. Het is eigenlijk volwassenheid. Het is eigenlijk een vrouw die omgeven is door bloemen. En ik zeg ook wel vaak, hè, we zijn soms we zijn op dit moment eigenlijk een bloem die heel lang in de knop heeft gezeten en die eindelijk haar kleuren mag laten zien. Dus wij hebben ons heel lang verborgen gehouden. Maar het is nu wel tijd om al onze kleuren te laten zien. En volwassenheid is het eigenlijk het spiritueel volwassen zijn. Dus ze zijn eigenlijk op een punt gekomen dat vooral onze spirituele kant naar voren komt of zich laat zien. Dat we op een punt zijn gekomen waar we ons ook op spiritueel vlak, hè, dus het grotere geheel waar ik het daar straks over had, van we zijn ons bewust van het grotere geheel, van de grootsheid die aanwezig is. Van wat we in ons hebben, hoe we in verbinding staan met anderen en wat we daarmee kunnen doen. Dus we zijn eigenlijk spiritueel volwassen al geworden. En dat wil naar buiten, dat komt open, dat gaat bloeien, dat gaat, zoals deze bloemen hier, dat laat zijn kleuren zien, heel veel kleuren. Dus al onze kleuren mogen gezien worden. En ook voor onszelf, hè? In de eerste plaats op dit moment. Voor onszelf. Wie zijn wij? Wat hebben we in ons? En we worden als het ware spiritueel volwassen. Ik kan het niet anders uitleggen. Waardoor we ook op een veel rustigere manier in het leven staan. Ook wat onafhankelijker, zoals ik daarnet zei. Van, we gaan niet meer mee in die angst of hoe anderen het willen, maar we stellen ons heel onafhankelijk op en we gaan leven vanuit ons gevoel, vanuit wie we echt wel zijn. Hè? Ik ga eerst even verder kijken. Waar we ons bewust van zijn, is de onschuld. Hier zie je eigenlijk een man die als een beetje als een, het is een iets oudere man, maar die kijkt als het ware heel onschuldig naar de krekel op zijn hand. Die observeert gewoon. Dus deze kaart geeft wel aan dat we voelen dat het nog een tijd is om rustig te zijn. In alle onschuld gewoon te kijken wat er gebeurt. Op een heel rustige manier. Deze man is zich ook heel erg bewust van zichzelf. Heel erg bewust van wat er daar te zien is. Maar die observeert eigenlijk gewoon zonder te oordelen. Ik denk dat dat ook nog een van de belangrijkere dingen is in deze periode.
Want we kunnen ons een beetje bedrogen voelen als bepaalde mensen toch niet in ons leven passen. En als blijkt dat er toch op een of andere manier misschien een beetje geprofiteerd is van ons. Het is wel belangrijk dat we daar heel rustig in blijven, heel neutraal in blijven en zien wat daar de bedoeling van was. Want wij hebben al die dingen en al die mensen nodig gehad om zo ver te komen. Dus blijf in je rust, in je onschuld. Bekijk de dingen gewoon even van op een afstand, zoals deze man heel neutraal met de krekel op zijn hand kijkt. Zonder te oordelen, zonder daar ook maar een naam aan te geven, maar gewoon te kijken en zeggen van oké, die is daar aanwezig, het is gewoon zo. Klein beetje afstand van nemen, maar toch beseffen dat dat er is. Zonder je eraan te verbinden. Heel verder. Het is wel een stevige kaart. En ik zag als ik de kaarten aan het schudden was, dat ze er al twee keer uitviel. Dus ik had toen het gevoel van nee, toch nog niet. Maar ze komt hier toch wel naar voren. Ik zei daarnet, hè, deze kaart geeft eigenlijk aan wat van buitenaf komt of waar we ons niet bewust van zijn. En ja, fighting, het vechten. Je ziet een man in een harnas, hè, met die extreme beschermlaag. Je ziet hier ook op de achtergrond die figuren vechten. Dat is eigenlijk wat ik net zei, wat van buitenaf komt. Dat is dat harde, dat zijn die mensen die nog altijd in die verdediging zitten, die nog altijd dat oude niet hebben losgelaten, die zich heel kwetsbaar voelen, maar die zich heel hard opstellen. Het kan zijn dat je dan merkt dat inderdaad anderen zich zo opstellen naar jou toe, dat die mensen conflicten gaan opzoeken, omdat ze eigenlijk hun eigen pijn nog niet hebben verwerkt of daar nog niet door zijn gegaan. Nu voor jezelf, weet als je bepaalde dingen voelt, of als je de neiging hebt inderdaad, zoals deze figuur, om je af te schermen, dat het van buitenaf komt, dat het niet van jou is. Dat je dan misschien toch nog verbonden bent met bepaalde mensen of bepaalde energieën die in een rol zitten van ik moet hier een bepaalde houding aannemen, ik moet mezelf afschermen, ik moet ook constant gaan vechten tegen dingen. Nu, dat is iets wat ik, spijtig genoeg, probeer het zoveel mogelijk te vermijden, maar via internet. Heb ik zoveel mensen die boos zijn. De politiek, alles wat in de maatschappij gebeurt. Ik zie zoveel boosheid in berichten en commentaren. En mensen reageerden dan heel vaak vanuit hun eigen pijn, vanuit hun eigen frustratie, vanuit hun eigen irritatie. Zonder eigenlijk iets te doen. Dus ze gooien op internet wat ze graag kwijt willen vanuit hun, vanuit die verkrampte positie. Hè? Want je ziet deze man ook met gebalde vuisten klaarstaan. En tegelijkertijd is het aan ons nu om in alle rust gewoon jezelf neer te zetten in deze maatschappij. En op een rustige, vredige manier dingen te gaan ondernemen om zo een oplossing te vinden, want deze manier, die werkt niet meer en die hebben we heel lang gebruikt. We hebben onszelf al heel ons leven afgeschermd en we stonden eigenlijk altijd al klaar om ons te verdedigen. Ook al was er niks aan de hand, stonden we al klaar met die gebalde vuisten om in de verdediging te gaan of om onszelf af te schermen, omdat we toch omdat we eigenlijk de pijn die we al in ons hadden niet durfden te voelen. Dus het is wel een emotionele kaart. Het is ook een zwolken. Ik zal de komend weekend de volledige uitleg eens lezen vanuit Josen Tarot. Dat is, wees je bewust dat dit van buitenaf komt. Als je een bepaalde woede voelt of een bepaalde neiging om je te verdedigen of om in strijd te gaan. Of als je het gevoel hebt dat je te kwetsbaar bent of dat je
je bang bent om pijn te voelen, dan komt dat van buitenaf, dan is dat niet van jou. En het kan ook, de kans is zelfs heel groot dat mensen zich naar jou toe zo gaan opstellen. Van, oh, wat kom jij hier doen? Want eens dat je in het licht gaat staan en vanuit dat licht gaat in alle rust reageren en gaat zeggen van, kijk, dit ben ik en daar sta ik voor. Mensen gaan altijd op zo'n, of heel vaak op zo'n manier reageren. Omdat zij iets zien in jou wat sterker is dan henzelf. Dus ga niet mee in die boosheid en die frustraties van anderen. Inzichtskaart. Ja, dit is eentje die ik ook voor mezelf zeker mag onthouden. Heel veel in het hoofd. Heel veel mensen hebben de afgelopen week in het hoofd gezeten. De ratio en de wieltjes, ik weet niet of je ze ziet, die draaien maar door. En ik zei daar straks ook, hè, ik heb heel veel last gehad van mijn maag, van spanningen bij mijn hart en mijn maag, mijn zonnevlecht. En ik dacht dat ik rustig was in mijn hoofd, tot ik er echt op ging mediteren en toen voelde ik dat er eigenlijk heel veel gedachten door mijn hoofd flitsten. Daarom niet echt zorgen, maar gewoon gedachten en scenario's en dingen die ik nog moet gaan doen en alles tegelijkertijd. Dus heel veel energie is naar ons hoofd gegaan en deze inzichtskaart geeft aan dat dat nog altijd zo is. Dus probeer dit weekend zeker te aarden, ga met je aandacht naar je onderbuik. Dat tweede chakra is bij zoveel mensen al naar voren gekomen. Geborgenheid, veiligheid, in relatie met jezelf. En dan ook, zorg ervoor dat je contact hebt met de aarde, dat je alles kan afvoeren. Dat alles kan wel even zorgen voor nekpijn, keelpijn, alles wat schouders, hoge rug, borst, ook de neus, de sinussen. Het kan wel zijn dat je dat wel voelt, dat daar heel wat gaande is. Er was ook nog iets, ik heb het in een aantal stukjes gelezen, ik heb al opmerkingen gekregen van anderen. Dus heel veel mensen merken dat hun stem ook aan het veranderen is. Gewoon andere klank, een andere klankkleur. Het kan ook zijn dat je de afgelopen weken misschien wat hees bent geweest, of dat er effectief iets, of de afgelopen maanden, want dat was bij mij vooral het geval. Als ik een tijdje aan het praten was, dat mijn stem gewoon wegviel. En heel veel mensen krijgen de opmerking dat hun stem aan het veranderen is. Positief, hè? Gewoon een andere energie. Heel veel kinderen merken het vooral bij hun ouders.